Meet Jurgen and Roger Talpen, a father and son team of horse breeders who have brought back the Flemish horse, or het Vlaamse paard. Men ziet enorm veel Vlaamse paarden in Amerika, maar die echte klik die moet er zijn als je bij een paard komt. En bij deze jongen was er meer dan de klik toen dat ik hem daar heb zien staan. Het zijn machtige paarden, maar heel zacht van karakter. Dat is eigenlijk het grote voordeel. Mijn vader was ook een heel groot paardenliefhebber. En ik heb dan het beroep geleerd van hoefsmid. En zo heb ik altijd met paarden gewerkt. En uiteindelijk heb ik dus het Vlaams paard terug naar hier gehaald. Ja. De eerste malen dat men gaat spreken over het Vlaams paard, spreekt men eigenlijk over een ridderpaard. Men beweert, ik heb het nooit meegemaakt, maar dat man en harnas 200 kilo wogen. Dus moet je al sterke paarden hebben om dat te kunnen dragen. Alante, vooruit met je kop. Ze zijn hier geweest tot in de jaren 60. Toen de mechanisatie opkwam, dan zijn ze heel vlug verdwenen. Men had eigenlijk de bedoeling van het ras te laten overleven door ze, ja, jammer genoeg op te eten. En dat is eigenlijk ook niet 100% gelukt. Maar op die manier zijn de Vlaamse paarden hier totaal verdwenen. Mijn vader had al langer het idee om hier terug het type Vlaams paard te proberen te gaan fokken. Men had daarvoor een vereniging opgericht. En men dacht met kruisingen van inlandse trekpaardenrassen het type Vlaams paard opnieuw te bekomen. Er was een man uit Nieuwerkerke die mij vertelde van: jongen, je zijt op het verkeerde spoor. Ga naar Amerika, daar zijn ze nog, die paarden. Dat hebben we eigenlijk voor het grootste stuk te danken aan de Amish people in Amerika. Er is nergens ter wereld waar nog trekpaarden zoveel werken als bij de Amish people. Eigenlijk hebben ze het gewoon onderhouden. Er zijn dus paarden naar Amerika gegaan die hinter verder in het werk zijn gebleven. En ze zijn ook altijd blijven werken hinter. Ik kon niet geloven dat het nog bestond in Amerika. Ik dacht altijd, Amerika is het land van enorme machines. En toen we daar op een verkoping kwamen in Ohio, ja, daar stonden er 500 paarden te koop. Allemaal jonge, goed afgerichte paarden dat we daar zagen. Ik zag toen die jonge hengst, dus Norfolk Duke, daar staan. En eigenlijk, ik was onmiddellijk verloren toen ik dat paard zag. Toen begon ik na te denken van, ja, hoe kan ik nu zo'n paard terug naar België brengen? En zo is het eigenlijk begonnen. De allerbeste herinnering voor mijn vader en mij is uiteraard de erkenning van het ras in 2005, dat we terug een volwaardig stamboek zijn in Vlaanderen.